wij hebben chocoladeprinter, 3D chocoladeprinter. En wij hebben Foodini. En Foodini is eigenlijk foodprinter. Maar als je foodprinter hoort en je of ooit met de 3D gewone printer ziet, dan worden we in de war. Hoe kan dat nou? In plaats van een plastic filament gebruik je de chocolade. Dus, en dan wij hebben hier de machine Mycozini, die 3D-printer. En dan kun je wel de chocolade inzetten in de cartridge. En dan kun je aan de printer doorgeven wat wil je printen. En dan gaat haar werk doen. Zij hebben hun namen geprint en woordjes. Gefeliciteerd of iets anders. Sorry. ik heb het niet begrepen. Hij heeft een briefje van 20 euro. Ja. Of je die ook kunt printen. Oh, met chocola. Blauwe chocola. Met chocola. Liefst papier. Oh nee, dat kan niet. Hoe vaak geef je zulke workshops? Wij geven nu in oktober bijna elke dag. Elke dag bijna? Ja, maar dat is in oktober. Mm-hmm. Ja. Is dat seizoengebonden? Ja. Ja. Dus in de zomerdag dan is het niet zo... Nee, wel. In de vakanties. Schoolvakantie vooral. Mm-hmm. Dus voorjaar, zomervakantie, wintervakantie. Mm-hmm. Ja, de kwaliteit van chocola is door het bedrijf zelf gemaakt van Mycozini. En zij hebben een speciale samenstelling gemaakt van de chocola en... Dit moet de percentage van suiker en chocolade en de vet moet op een bepaalde eigenlijk samenstelling zijn om de juiste warmte temperatuur te krijgen. Dan kun je het wel gebruiken om te printen. Anders wordt het of te zacht of te hard. Printen, je kunt ook jouw eigen ontwerp maken met een programma, net bijvoorbeeld Blender programma of Tinkercad. En dan kun je... de bestand in de programma van Mycozini machine eigenlijk uploaden. En dat gaat voor jou slijzen, noemen we dat. En dan kun je wel een 3D object laten printen, maar het moet wel 10 centimeter bij 10 centimeter en 8 centimeter hoog maximaal. Heel erg tevreden. Ja. Echt, het was een heel leuke dag voor mij. En die enthousiasme van de bezoekers zeg maar, van vandaag is echt heel leuk. Thank you.